Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb gezegd de vorige vlog dat er eigenlijk zondag geen video online zou komen. I know. Maar ik dacht, ik ga mijn kerstspullen vandaag opruimen en ik ga nog meer leuke dingen doen, dus vooruit. Ik ben inmiddels wel wakker. Mijn haar is enigszins gedaan. Make-up is ook gedaan. Het zit alleen nu alweer onder mijn ogen. Ik heb alleen mijn slaapshirt nog aan, maar ik heb wel een broek aan. Ik ben dus half omgekleed. Ik ga eten. Dit ziet er niet lekker uit. Ik ga ze weggooien. Ik ga namelijk een gebakken eitje maken. Gewoon dat kan en dat lekker is. Dus dat ga ik even doen. Ik ga paprika snijden. En dan ga ik even lekker eten. Ik heb best wel trek eigenlijk, zeg ik heel eerlijk. Goed, aangezien het waarschijnlijk toch aan het SD-kaartje lag dat vorige week mijn camera het niet meer wilde doen op Oudejaarsdag. Doet hij het nu weer wel met een ander SD-kaartje. Maar ik had een leuke vraag. Want mijn vraag voor vandaag is voor jullie eigenlijk. Wie is jullie favoriete YouTuber, een inspirerende YouTuber en waarom? Voor mij is dat Rochella. En dan hebben we het over deze YouTuber. Hij stelt niet heel erg goed scherp, maar ik hoop dat jullie een beetje kunnen zien wie het is. Zij inspireert me heel erg met de dingen die zij doet. Zij is heel erg positief. Zij plant, organized. Ze doet echt hele goede dingen. En dat inspireert mij gewoon heel erg. Ik heb heel veel aan haar video's, haar organization video's, haar cleaning video's. Dit is zo leuk om naar te kijken en het is zo interessant om ook te blijven kijken. Overigens, mijn eitje is bijna klaar. Die ziet er inmiddels zo uit. Ik zeg een heerlijk eitje. Ik ga hem er ook uithalen, want dat ziet er echt wel heel erg goed uit. Ik laat hem zo even zitten, want waarschijnlijk is de binnenkant een klein beetje rauwig. Ik ga hem proberen om... Ik heb nu de binnenkant nog een klein beetje rauw. Dus ik wacht heel even nog. Dan ga ik eten. Dan ga ik naar boven. Ga ik mijn kerstboomspullen eraf halen. In dozen doen. En dan kan dat gewoon vanavond allemaal in één keer naar boven toe. En dan ga ik me omkleden. Even de bovenkant verwisselen. En dan ga ik vanmiddag naar het centrum. Om voor sportkleding te kijken. En waarschijnlijk ga ik morgen dan mijn pasje ophalen voor de sportschool. En misschien dat ik gelijk weer even ga sporten. Ik heb bestek, want mijn eitje is klaar. En het ziet er zo lekker uit. Oh, eten! Oké, het is zover. Ik ga die kerstboom aftuigen. Ik heb er zo geen zin in, maar ja. Het moet weer normaal worden, dus alle kerstballen gaan eraf in 3, 2, 1. Klaar. Goed, lieve mensen. Ik ben inmiddels bij de metro. Ik ga namelijk nu naar Rotterdam om daar voor sportkleding te kijken. Het is koud. Ik moet 14 minuten wachten op de metro. Dat is wel weer heel erg jammer. Mijn camera was leeg, dus die heb ik thuis gelaten. Ik denk ja, het heeft geen zin om die mee te nemen. Dit is niet de metro die ik moet hebben, helaas. Ik moet is de terp, ik moet Rio Centraal hebben. Ja, ik moet naar de andere kant. Goed, ik ga naar die kant. En dan wachten. Goed, ik loop eindelijk op Zuidplein. Eindelijk. Op naar de Primark. Ik zie hem hier al in mega grote letters voor mijn neus. Let's go, sportkleding. En ik zie het al voor de deur staan. Let's go, jongens. Sportmood, here we come. Yay, jongens, ik heb sportkleding. Ik heb deze, grijs. Ik heb grijze legging.
Die moet ik natuurlijk nog even passen allemaal. En ik heb twee gewone zwarte leggingen. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het gaat passen. Die shirtjes zijn echt perfect. Ik moet alleen ergens anders nog even kijken voor meer. Want ik had niet zo deze heel veel. Nu de broeken nog. De leggingen zijn echt veel te groot. Dan moet ik een maatje kleiner, want ik heb een L gepakt, maar denk ik toch een M beter is. Die niet, helaas. De grijze nog. Die zit echt helemaal perfect. Ook hier, lekker hoog. En dan dit shirtje. Ik doe hier denk ik wel een ander kleur shirtje op, want grijs op grijs is niet leuk. Maar ik had gehoopt dat die paste, maar die paste dus niet. Maar dit wordt het sowieso. Sowieso deze twee. Top, dus in ieder geval iets. Ik kan in ieder geval gaan sporten in deze outfit. Ik wil jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Ik ga jullie hier lekker neerzetten. Ik heb bij de Action een beker gekocht. Die ik ga gebruiken voor het sporten. Ik heb de haakjes meegekregen, dat is altijd fijn. Ik heb mijn sport-BH gekocht, die heb ik al gelijk aangedaan. Deze, gewoon zwart met grijs, verder niks bijzonders ofzo. Het is gewoon een zwarte sport op met deze kruisbanden aan de achterkant. Dus die ga ik natuurlijk ook gewoon lekker dragen. En ik had er nog zo in het grijs met wit, maar ik weet alleen niet waar die is. Ik heb twee van deze leggings, zwarte. Ik had ze natuurlijk in de maat L, maar die pas ik niet. Dus ik heb gewoon een maatje M gepakt in de hoop dat ik deze wel pas. Ze zien er nog steeds behoorlijk groot uit, maar ik denk dat ze wel iets beter zitten. Ik ga deze zo ook gelijk even passen. Daar heb ik er twee van. Ik heb er hier nog één. Dus ja, dat is wel gewoon altijd lekker, ook gewoon voor normaal chill kleding. Dan heb ik kom ik dit zwarte topje nog tegen. Die had ik niet in de paskamer, maar die kom ik wel tegen. Dit zwarte doorzichtige sporttopje. Die pas ik trouwens wel. En dan ben ik natuurlijk gegaan voor het grijze shirt en de grijze legging. Die ik gelijk ga opvouwen. Of ja, opvouwen. Ze zijn al opgevouwen. Die ga ik gelijk in mijn kast neerleggen. Zodat ik die niet kwijt kan raken. En dat was het eigenlijk. Ik ga de legging even passen en hoop dat die goed zit. En dan moet ik nog een paar dingen gaan doen. De kerstboom is trouwens wel weg. Het ziet er in één keer heel anders uit, maar ja, het is lekker opgeruimd weer, dat dan wel weer. Ik ben er wel blij mee, stiekem hoor. Oh, jee! Hij zit echt perfect. Ik heb hem aan. Hij zit heel erg goed. Hij zit echt precies aangesloten. Hij ziet niet te los en ook zeker niet te strak. Hij is alleen hier bij mijn heup een heel klein beetje los. En hier ook een beetje, maar hij zit echt goed. Ik ben heel erg blij, maar hij is ook echt precies een goede lengte. Hij is echt heel erg fijn. Ik ga de stickers en kaartjes afhalen en hou ik hem gelijk aan. Het zit zo lekker. Okay, I'm back at a little camcorder. Okay, mijn camera. Ik ben moe, maar ik ga er niet aan toegeven. Ik ga mijn best doen. Ik ben de afgelopen paar dagen best heel erg slaperig weer. Elke middag dat ik denk van ik wil slapen. Maar ik ga het niet doen. Ik ben nu de beelden aan het overzetten van mijn mobiel naar mijn USB-stick, zodat ik die straks op mijn MacBook kan zetten. En dan kan ik het met deze beelden vanavond gaan editen. Mijn moeder is beneden bezig met de macaroni en ik ga hier stofzuigen en moppen. Want en na die kerstdagen en het opruimen ziet het er niet uit. De kamer is compleet opgeruimd, dat dan wel. Maar ik moet alleen nog schoonmaken. Dus dat gaan we nu maar even doen. Even stofzuigen.
helemaal schoon, netjes. Ik moet ze alleen nog even moppen. Maar dat ga ik zo meteen, want ik ben nog even druk bezig. En als het lekker gemopt is, dan is het allemaal helemaal fresh en klaar. En hoef ik niks meer op te ruimen, schoon te maken. Kan ik gewoon lekker mijn gemak houden de rest van de week. Oh. Het is nogal een werk. Ja, werk. Ik ben 3 kwartier bezig geweest. Ik begon 3 uur. Ja, het is 4:15. Netjes. Helemaal netjes. Ik ga even een paar YouTube filmpjes kijken. Editen. En ja. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Ik ga het eindigen. En ik zie jullie volgende week zondag bij een nieuwe weekvlog. Ik ga die dingen gewoon aanhouden. Ik kan wel zeggen van, joh, hey, ik wil het niet. Maar ik weet niet hoe het gaat lopen. Dus ik wil het gewoon gaan proberen. Dus dat ga ik in ieder geval doen. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie volgende week bij een nieuwe weekvlog. Doeg!